Welkom bij een speciale topnames, of beter gezegd de zesde van de zes speciale topnames. Thema is energie deze hele avond. We zitten buiten, we zitten op de boot Drift Away van Ime Bosma. Dat is helemaal zonne-energie gedreven boot. Alles gebeurt hier op zonne-energie. En we hebben het eerste stuk van de avond lekker gevaren. Een mooie achtergronden gehad, lichtjes op de achtergrond, noem het allemaal maar op. Maar we konden de tweede deel van de avond dat helaas niet meer doen. Omdat de politie vond dat we te veel licht aan boord hadden en daarmee verblindend werkten. Mag de pret niet drukken, de interviews zijn natuurlijk niet minder interessant om. En bijvoorbeeld een van de mensen hier te gast, je bent Edwin van Kessel en je bent CTO van BeNext. Ja. En ik begin altijd gewoon heel eenvoudig aan het begin. Wat is CTO? Ja, nou CTO, die hebben we nog wel eens vaker in huis. In soort en mate. Alhoewel, laatst hadden we die van Amsterdam, de CTO van Amsterdam. En die deed toch wel heel iets anders dan de CTO van Amazon. Ja. Die hebben namelijk ook geld. Ja, dus, je kan ook TFO op je naamkaartje zetten, dus die fucking owner. Ja. Ben je dat ook of niet? Nee. Oké, nou je bent van BeNext in ieder geval, en dat wilde ik vragen. Ja. Wat doet BeNext? BeNext in 2007 begonnen en met als doel om eenvoudige domotica toepassingen voor eindconsumenten te maken. Even voor wie dat niet weet, domotica? Ja, huisautomatisering. Alles wat rondom je huis gebeurt. Verlichting schakelen, temperatuur regelen, gordijntjes openen, dicht, alarmsysteem, zorgsysteem. Wij zijn ermee begonnen om dat eenvoudig toegankelijk te maken voor de eindconsument. Met als gedachte op dat moment, het is inmiddels wel een beetje veranderd natuurlijk. We hebben een gateway, een kastje, die sluit je aan op internet. En alles, daarmee kun je de draadloze sensoren bedienen of uitlezen. Waarin verschilt dat van de Home Widget? Vergelijkbaar. Vergelijkbaar, ja, okay. Vergelijkbaar. Ja. Met een belangrijk verschil is dat wij gebruiken Z-Wave. Dat is een technologie, een draadloze technologie, die heel veel andere fabrikanten ook gebruiken. Wij hebben zelf 20 sensoren ontwikkeld en we blijven daarmee doorgaan. Maar ja, we hoeven niet alles te ontwikkelen. Gordijnbesturing van Forest Group, die zijn bekend in de installatiewereld. Ja, die kunnen wij dus ook aan. En daarmee kun je de gordijnen open en dicht doen vanuit je woning. Het is niet onze marktgordijnen, maar ja, je hangt het eraan en het werkt. Je bent als het ware, wat ze op andere gebieden zeg maar open platform noemen, door dezelfde technieken te gebruiken, kun je combineren wat er is. Je zei 20 sensoren zijn er. Doe mij eens even een aantal van sensoren. Ik zal zo nog gekker zeggen. Er zijn, als je kijkt naar Z-Wave, zijn er inmiddels wel 300 sensoren. Wij hebben er 20 ontwikkeld. En moet je denken, heb je zelf ontwikkeld. Dus wij zelf los ontwikkeld? Van dat je integreert met allerlei Klopt, andere fabrikanten. Ja. Maar wat Erwin bedoelt, en ik ben ook heel nieuwsgierig, als ik nu jullie systeem to the max in mijn huis installeer, hoe ziet mijn huis er dan uit? Wat kan ik allemaal doen? Ja, zoals ik het zelf altijd ervaar, zoals onze klanten het ook ervaren, merk je het eigenlijk niet zo, want het gebeurt. Dus de verlichting gaat vanzelf aan als het zonsondergang is en de gordijnen gaan vanzelf open. Als je weggaat, gaat het alarm erop. En als het alarm erop gaat, dan gaat de verlichting weer uit. Je boiler wordt uitgezet, de ketel gaat een paar graadjes omlaag. Het gaat vanzelf. En moet je die regels allemaal zelf inprogrammeren? Hoe werkt dat? Je kunt dat zelf inregelen, je kunt het fine-tunen. We werken ook met standaardregels om het leven allemaal wat eenvoudiger te maken. Begin eenvoudig, maar je kan ze gek maken als je wil. Bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld in de zorg te geven. Nou ja, zodra al die sensoren met elkaar gekoppeld zijn. Ik geef altijd een voorbeeld, oma die valt en drukt op een paniekknop. Ja, en dan kunnen er allerlei dingen gebeuren. De gordijnen gaan open, de televisie gaat uit, want die staat altijd knijterhard. De thermostaat gaat een paar graadjes omhoog, want je ligt op de grond, het is niet fijn. Dan gaan allemaal sms'jes gestuurd worden. Dan wordt het geregeld. Alleen maar omdat je op die knop drukt of omdat een sensor detecteert dat je valt. Ja, maar is eigenlijk volgens de hele simpele if this then that principes. Ja. Ja. Als oma op de knop drukt, stuur dan een sms'je naar dat nummer, zet de tv uit en doe de gordijnen open. Klopt, ja. Ja. En ook dat if this then that, dat zijn we ook aan het ondersteunen. Want wij zien natuurlijk ook de initiatieven van Nest en van de Philips Huey lamp en van andere technologieën. Ja, dan hebben wij intern de vraag, gaan wij al die protocollen ondersteunen? Of bijvoorbeeld net de ANA, moeten we die SDK ook, moeten we dat ook aankunnen? Of, nou ja, if this and that ondersteunt ook de Nest en ook de Philips Hue lamp en ook een Sonos audio set en noem het allemaal maar op. Ja, nou, en even voor wie dat niet weet, hè, dat is een site waar je naartoe kan gaan, dus
En waar je eigenlijk zelf allerlei regeltjes aan elkaar kan knopen zonder dat je programmeur hoeft te zijn. Ja, ja. Dus dat kan op alle mogelijke gebieden. Je kan de Twitter aankoppelen. Ja. Je kan, nou, een collega van mij die had een sms gekoppeld aan zijn Twitter. Dacht, kijk, wat gaaf, dat kan allemaal. Totdat zijn moeder een smsje stuurde. En hij zegt, oh wacht, nou komt het ook op Twitter. Dan word je even mee oppassen. Dat hoeft niet. Dan een beetje te ver dan. Maar, ja. Nou, ik had op een gegeven moment, ik vond het wel mooi. Want het is ook basis programmeren in je denken. Hè? Ja. Dat vind ik het mooie ervan. Omdat, weet je, in feite is al het programmeren if this and that. Ja. Weet je, het zijn business rules. En ik had op een gegeven moment, als de windkracht boven windkracht 5 komt, dan gingen mijn lampen allemaal knipperen. Want dan vind ik het leuk om iets te gaan doen en mijn zeilbootje te pakken. Weet je? Dus ik vind dat wel heel leuk. Ja, diezelfde methodiek, die hebben wij ook in onze website, waar je alles mee kan configureren, precies zo ingebouwd. Okay. Als de deur in de tuin open gaat, dan wil ik dat er binnen even een belletje gaat rinkelen. Ja. Maar ja, als ik weg ben, dan wil ik dat er een alarm afgaat, of dat ik een sms krijg, of dat de buren geïnformeerd worden. Of, ja, dat zijn ook de if-then-that regeltjes, dan op onze eigen manier geïmplementeerd. Ja. Je configureert dat met de website en daarna wordt dat in de gateway geprogrammeerd. En vanaf dat moment werkt het ook standalone. Dus ja, je hebt dan in jullie site en platform allemaal standaard dingen die de meeste mensen wel willen. Ja. Inderdaad, als de zon opkomt, de lampen uit of aan bij zonsondergang. Ja. En die zonsondergang, opgangtijden, dat wordt dus door die gateway zelf gegenereerd. Dus we hebben wel, je moet het wel, dit is een cloud platform, dus het werkt wel in de cloud. Ja. Maar, dus je hebt geen lichtsensor nodig om te weten wanneer de zon opgaat, want dat zit centraal in jullie systeem. Ja, maar het is ook zo, dat systeem werkt autonoom. Dus op het moment dat internet wegvalt, of je trekt gewoon die stekker eruit, die gateway weet ook waar je bent en weet de zon zijn opgangtijden, dan berekent hij automatisch. En het gaat gewoon door. Het enige wat dan niet werkt is dat je melding naar buiten gaat, maar het systeem blijft gewoon doorwerken. In tegenstelling tot if this and that, als je internet wegvalt, dan houdt het even op. Voordat ik al die sensoren overal geplaatst heb, bedoel, wat kan ik allemaal zelf en waar heb ik jullie of waar heb ik een deskundige voor nodig? Ja, wij hebben het zo gemaakt dat het door iedereen te installeren is. Wij geloven niet zo in de installateur zoals die nu bestaat. Dat is ons een beetje pijnlijk. We vinden dat mensen het zelf moeten kunnen doen. We merken wel dat de installateurs nog steeds erg gewild zijn. Omdat het stukje luiigheid van, regel dat maar eventjes. En er ontstaat een nieuwe groep. Duurzame installateur. Die dus met deze producten naar de klant toe gaat. Want wij kunnen vanaf afstand niet zo goed adviseren wat in uw toepassing nou de beste oplossing is. Ja. En die installateur die weet van de toetsenbellen van het hele systeem. En die kan door het hele huis kijken van, maar dan moet daar, dat kan zus, dat kan zo. Ah, die ketel kan je ook een as aan doen. Om een voorbeeld met die ketel te geven, dat is heel erg interessant voor de installateurs. Aan de ene kant kan de consument natuurlijk thermostaatkranen, de temperatuur een beetje omhoog omlaag doen. En zoneregeling, en als je weggaat, gaat de temperatuur omlaag. Maar aan de andere kant krijgt de installateur ook de informatie van de status van die ketel. En dan krijg je zo'n situatie dat die ketel is in storing. De installateur krijgt dat te zien, weet ook wat er aan de hand is. Belt met de klant, uw ketel is in storing. Oh, dat wist ik niet, ik zit op mijn werk. Ja, dat is zo. En bent u vanmiddag om 4 uur thuis? Ja, dat ben ik. Nou, dan kom ik meteen langs om het te repareren. En ik heb ook het goede onderdeel bij, want ik weet precies wat er aan de hand is. Dus aan de ene kant het gemak, maar aan de andere kant voor de installateur ook weer een hele nieuwe markt om proactief klanten te bedienen. Hey, is het begrip domotica, hadden we het vroeger altijd over. Nu gaat het meer hebben, dan moet het meer smart homes en connected home. Ja, maar vroeger die domotica, dat voelde ook heel erg, in mijn beleving, een beetje van de freaks die zeg maar ongeveer alles aan elkaar gingen koppelen wat kon, omdat het kon. Het geus van de toekomst. Ja, precies. Ja. Heeft die hele energiewereld voor een soort versnelling in die domotica? Nou, wij zijn actief in de stroomversnelling. De stroomversnelling is een initiatief vanuit de overheid en met 4 grote bouwers, in primair. BAM, Volker Wessels, Dura Vermeer en Ballers Nedam. Wij werken met BAM samen. En de doelstelling is dat er 111.000 woningen die gebouwd zijn in de jaren 50, jaren 70, worden gerenoveerd naar duurzame woningen en nul energie verbruiken. En dat is nogal een aanslag. De woningen worden helemaal omgetoverd. Een nieuwe voorgevel, een nieuwe achtergevel, een nieuw dak. De bewoner blijft tijdens die verbouwing in de woning. Het gebeurt in 9 dagen. Warmtepomp in de tuin. Je krijgt een nieuwe badkamer ook nog eens eventjes bij. Dat moet dan bemeterd worden. Want ze moeten natuurlijk de garantie afgeven van dit is 0 op de meter. Dat doen wij. Maar dan ben je dus achter de voordeur. En wat dan staat eigenlijk weer de wereld open voor domotica of huisautomatisering toepassingen.
Zeg het maar, wil je daarbij je huisalarmering, huis beveiligen? Of dat stukje klimaat, maar dan met een warmtepomp of verlichting, gordijntjes schakelen. Dus voor ons, het domotica aan zich verkopen, dat is, ja goed, Norbert zei het zelf ook al, het is, technologie is één, maar marketing is een heel andere kunst. Maar op deze manier maakt het wel mogelijk, ja. En hoe ver zijn we in, zeg maar, dat connected huis, dat smart home, om nog een paar buzzwords achter elkaar te zetten. Hoe ver doorontwikkeld is dat inmiddels al? Of staan we nog helemaal aan het begin? Ja, we zijn echt nog helemaal aan het begin. Mijn compagnon Bert Huibers, waar ik dit samen mee doe, die had al een keer voorspeld van dit gaat de mobiele telefoonmarkt achterna. Er komt de knik. We hadden hem in 2013, 2014 verwacht. Is er nog niet? Nee, misschien door crisis, misschien door dit, misschien door dat. Maar je ziet het trilt wel overal. Hè. Want geef eens een indruk hoeveel huizen jullie nu systemen hebben draaien, particuliere huizen. Ja, we zijn in Nederland op 2500 huizen, of onder de 2500 huizen actief. Aan de Modica systemen, daar heb je het echt over aantallen. Hè. Ja. Ons systeem is, je betaalt de producten, maar we hebben geen abonnementskosten. Nou, dus geen recurring business model, dus we verwachten dat consumenten meer kopen. Nou, dat is dus één ding waar wij meer onze business vandaan halen, dat is toch wel weer uit het buitenland. In Noorwegen, met een groot energiebedrijf, die ook energie inzichtelijk wil maken met een mooie app. Als je het huis verlaat, dan gaat daar al wat dingetjes. Ja, en daar doe jij eigenlijk een maatwerkproject vanuit jullie expertise voor zo'n technologie. Okay. Ja. En in Portugal hetzelfde met een telecombedrijf. Maar echt een maatgemaakte app met een maatgemaakt pakket van dingen die mensen kunnen installeren in hun huis. Ja, want wat je wel merkt is dat soort bedrijven die willen graag nu instappen, maar die hebben niet de tijd om nog drie jaar te ontwikkelen. Ja. Dus die zoeken onsoortige bedrijven van wat heb je nu? Als het een ander jasje, dan ben je een paar maanden verder. Oké, dat is haalbaar en gaan. Dus vol gas. Ja, je zei van, we verkopen eigenlijk het product. We hebben geen terugkerend verdienmodel, dus geen abonnementsystemen. Zit je wel aan diensten te denken? Dat is eigenlijk wat overal gebeurt, hè? Wat jij ziet. Heel veel bedrijven gaan over. Het is wel een lastige, want de concurrentie, ik noemde al even Home Wizard. Die hebben natuurlijk een vergelijkbaar systeem, die doen dat ook niet. Nee. Je koopt één keer dat kastje. En ze halen natuurlijk geld, dat doen jullie denk ik ook, uit de producten van derden die je verkoopt? Nou, de marge, ja. En daarom, wij hebben gelukkig onze eigen producten, die promoten we het meest. Daar maak je marge op, maar je verkoopt ook producten van derden maak je via jullie webshop. Ja, klopt. Wij geloven dus niet in dat mensen willen betalen om energieinzichten te krijgen. Of om je alarmsysteem, je hebt het voor 29,95 of 9,95. Die markt bestaat, prima. Andere soorten mensen, andere soorten woningen. Ja. Maar wij geloven niet dat dat de gros is. En daarom hebben wij het systeem gratis gemaakt voor eindconsumenten. Ik verwacht wel service modellen, wat ik net zei met die installateur. Ja. Die dus dat remote servicing wil doen. Hè. Wat is er met de ketel aan de hand? Ander iets. Hoeveel branduren heeft die ketel gehad? En moet ik wel dit jaar langskomen om onderhoud te doen? Ja, aan de ene kant snijdt hij zichzelf in de vingers. Maar aan de andere kant is het voor die klant wel productief. Het doet voor een klant denk ik beter om te bellen, ja. Het werkt allemaal goed. U hebt niet zoveel de ketel gebruikt. Dus ja, we hoeven niet te doen. Nee, maar goed, de klant is er ook aan gewend. Die gaat met je auto ook pas na 15.000 kilometer naar de garage. Ja, en niet elk standaard elk jaar als je hem in de garage hebt staan. En dat gebeurt nu wel met ketels. Elk jaar wordt je... Ja, je hebt zelf in de handen natuurlijk. De winterkeuring. Maar de winterkeuring. Is het nodig? Ja, de installateur zegt het. Ja. Zie ik dus wel service model. Ja, hoe zie je het? Hoe snel is het publiek aan het veranderen? Je zegt, we hadden verwacht eigenlijk al dat we die sterk stijgende lijn nu al in zouden gaan? Of wat zijn daar de remmende factoren? Ja, onbekendheid met de materie en onbekendheid met de producten. Energie besparen hoor je heel veel mensen over, maar het speelt niet. Ik kijk mezelf er ook op aan. Ik had net met de schipper van deze boot nog een discussie over het energieverbruik. Dus ik keek even op mijn appje. Ja, ik zit gewoon op 6000 kilowatt op een jaar. Dus wij verkopen systemen om energie te besparen. En ik ben zelf een van de grootste slurpers in uit Hoorn op dit moment. Ja. Terwijl hij het veel beter voor elkaar heeft. Ja. Beter met die materie bezig is. Ja. Dus dat is een moeilijke noot om te kraken. Wat wel helpt is wat Apple doet met HomeKit. Die grote bedrijven, Google met Nest en die camera. Ja, dat helpt. Het komt veel meer in de aandacht. En wij proberen te slipstreamen met die aandacht. Ja, om dat zelf van elkaar te krijgen, heel lastig. Ja, nou, het viel mij vandaag nog weer op. Ik was vanochtend bij Omroep Gelderland. Daar moest ik een presentatie geven over innovatie en dat soort dingen. En ik doe het er wel vaker dan.
geef ik al. Als een van de dingen die ik altijd zeg is, je moet gewoon alles proberen. Anders kun je nooit ergens wat van vinden. Ja. Nou, ik probeer dus al dit soort dingen. Dus ik liet ze zien. Ik heb dan die concurrent voor jullie, de Home Wizard, al 2 jaar in mijn huis. En daar koop ik elke keer wat bij. En een cameraatje en een sensor en weet ik veel. Ja. Dus ik liet ze gewoon live zien. Ja. Mijn huis en de werkster kwam net binnen. Dus de voordeur ging open. En een fotootje even, weet je wel, maak dat systeem. Kan ik zien wie het is. Oh, dat heb je me nog nooit verteld, dit laatste stukje erbij. Heel nieuws. Ja. maar dan zit daar dus een groep van 100 journalisten, wat toch niet de meest achterlijke mensen zijn. Nou, niemand had dat ooit gezien. Nee, maar dit is de ervaring die ik zelf ook heb. En ik vind zelf ook, een paar maanden terug zaten we met vrienden uit eten. En één iemand zegt, ja, ik moet vroeg naar huis, want ik weet niet of het goed gaat met de oppas, nieuwe oppas. Dus ik onder de tafel even zo, dat denk ik, cameraatje start. Ik zeg, nou, bij ons gaat het prima. De eerste reactie, kan je niet maken, privacy, weet je het wel, dit en dat. Ik sluit het nog weer op. Nog geen 5 minuten later, maar wat kost dan eigenlijk zo'n systeem? Ik denk, ja, maar dat je dat niet weet. Ja, het is toch nog wel een beetje voor techneuten dan. Het is nu nog voor techneuten, voor hobbyisten. Ja. En natuurlijk, weet je, de privacy issues die onvermijdelijk naar boven komen bij dit soort systemen. Dat is juist goed om vervolgens te kijken waar dus de grens ligt. Want ik weet ook, weet je, uiteindelijk wil je ook niet. Als jij gefilmd wordt, alsof jij op een camera zou zitten. Nee, maar daar moet je dus oplossingen voor vinden. En bij wijze van spreken alleen maar de camera activeren als je ziet dat alle aangemelde gezinsleden het huis uit zijn. Weet je? En zolang je maar zelf in control bent. Daar gaat het om. Dat is ook die discussie met die slimme meter. Ja, die meterstanden, waar gaan ze naartoe? En wij zitten dus op dat P1-poort. Ik weet niet of jullie dat wat zeggen, maar dat is met die slimme meter heb je 1 ingang. Ja. Waarmee je met onsoortige producten ook die energieinformatie uit kan lezen. Ja, als je het niet wil, trek je die stekker eruit, ben je klaar. Ja. Je hoeft ons niet te bellen of te mailen. Nog wat anders. Jullie zouden niet slim zijn als je niet al die data weer zou bewaren, zou aggregeren en daar hele slimme dingen mee zou doen. Ja. Wat doen jullie ermee? Precies dat. Wij zijn niet gelieerd aan een derde bedrijf. Mijn compagnon Bert Huibers heeft met zijn onderneming gefinancierd Binext. Maar wij zijn niet gelieerd aan een energieonderneming of dat soort zaken. Wij geven dat ook in onze algemene voorwaarden. Wij slaan de data op. Als je het niet wil, moet je het wegvinken. Je kan het uitzetten, dan wordt het niet opgeslagen. Maar ja, dan krijg je ook niet zoveel. Maar ja, als je wel historische informatie wil over een jaar, dan... Maar kunnen jullie het herleiden tot individuen? Nee. Nee, niet van onze eigen kant af. Nee. Ja. Wat wij wel doen, is dat zijn programma's die we nu aan het ontwikkelen zijn, om energie te vergelijken, om profielen te vergelijken. En op die manier... Dan word je slimmer van. Ja, en dan zeg je tegen mensen van, jullie zouden eigenlijk nog veel goedkoper kunnen zijn, bijvoorbeeld als het over energie gaat. Nou ja, we hebben de site opgezet, jeburenbesparenbeter.nl. We doen er nog niet zoveel mee, maar precies met dat idee. Vergelijk met je buren. Nou, dat is natuurlijk gevaarlijk, want mijn buurman wil zien hoeveel ik verbruik of andersom. Maar ik kan ook zeggen, we hebben een profiel gemaakt van deze wijk. En je zit boven of onder het gemiddelde. Dat is dan anoniem, maar het zegt ook al wat. Oh, doe ik het goed of doe ik het niet zo goed? Ja. En daar zijn we mee bezig om dat soort algoritmes verder uit te diepen. Ja. En waar staan jullie over een jaar? Ja, ik denk dat we veel... We hadden eerder voorzien dat wij direct met eindconsumenten in aanraking komen. Een eigen webshop, een eigen marketing, maar veel meer met bedrijven samenwerken. Producten, wij geloven in connected homes. Dus veel meer samenwerking zoeken met bedrijven die in deze markt zitten. En daarmee de consument blijer maken. Ja. Over een jaar maakt die consumenten blij. Nog meer consumenten. Ik kan al wel bestellen bij jullie, toch? Jazeker. Ja. Okay. Ja, we zijn al een aantal jaar. Steken was al een hoop geld kwijt vanavond, hoor. Je moet al een hoop diensten, producten en weet ik het allemaal niet gaan afnemen. Ja. Maar dan heb ik altijd weer oude dingen voor jou, toch? Ja, dat is waar. Ik doe jouw afdankertje. We werken samen met een bedrijf in Zeeland, de Modica Guru. En die zet nu zijn hele huis duurzaam op. Dan komen echt waanzinnige dingen. En die is er heel erg mee bezig. En als we die kennis kunnen gaan delen, infraroodverwarming in plaats van ketel, is het nou wel of is het nou niet? Is het nou wel of niet veilig? Gewoon doen, laten zien dat het kan. En uiteindelijk die energierekening laten zien van of hij is nul of en wat is dan de investering? Gewoon doen. Ja. Jij bent de CTO. Ja. Als je bij jullie kijkt, zeg maar, wat is de verhouding software-hardware? Jouw werk? Ja, heel simpel. 8 man software, 2 man hardware. Ja? Ja, hardware stelt heel onherbiedig gezegd niet zoveel meer voor. Nee, we doen het allemaal zelf.
Oké. Ja, wij hebben wel een uniek concept. Daar heb ik te danken aan mijn compagnon, aan Bert Huiberts. Wij produceren in China, maar we doen ook al de lage aantallen in China. Dus wij beginnen daar. We hebben 4 productielocaties waar we heel goed en nauw samen mee werken. En we kunnen daar ook piloten, we kunnen kleine series draaien, grotere series draaien. Met als één reden, zodra het losbarst, en op sommige producten doet dat het al, bijvoorbeeld in Noorwegen en in Portugal, wat ik net zei, dan kunnen we ook meteen door in grote aantallen. Ja, en die prijs heel goed. En die prijs die moet zo laag mogelijk. We hebben wel eens gezegd, het moet een brievenbusproduct zijn en je moet het voor een paar tientjes moet je het kunnen kopen. Voor de gateway lukt het nog niet helemaal, maar daar zijn onze doelstelling is er wel op ingespeeld. Ja. Ja, maar software is alles. Ja, software is alles. En dat verandert ook elke dag. We zijn een van de weinige bedrijven die de software in de producten kan aanpassen. Dus als er een foutje in zit, of je wil het nog iets beter of iets scherper of gefine-tuned, we kunnen ook in een deursensor of in een bewegingsmelder die software weer opnieuw laden. Okay. Nou, dat is wel een beetje de Motica 2.0, om het maar zo te noemen. Ja, dat kan nog niet bij de klik aanklikken uit sensortjes. Nee. Die heb ik. Ja? Oké. Okay. Nou goed, dan kom ik een keer terug als we richting 3.0 gaan. Ja. Ontzettend ja. bedankt voor je informatie, super interessant. Ja. Okay. En jullie bedankt voor het kijken. En nog één keer, nog één rondje doe ik, Stekel. Ik ben eigenlijk ik ben een groot fan van Amerikaanse podcasts en daar doen ze dat ook altijd. Tussendoor eventjes reclame maken voor alle diensten die er zijn. Ja, dus gaan we weer zeggen dat we live bij u thuis zijn gekomen. Dankzij. Door dat Triple IT. Het die product. Hebben een product, de Mobile Viewpoint. Dat is een apparaat met allemaal gestapelde gsm 4G, 3G, verschillende providers, alles zit in een product. Dat heet een Mobile Viewpoint, Triple IT in Alkmaar. Die kun je bellen en dan kun je daar dat ding huren of kopen. Dat gebruiken wij vandaag. Dus als je live zit te kijken, zo krijgen we het bij je thuis. En jij weet de rest. De rest weet ik niet meer. Nee, weet je de rest niet meer? Oh ja, Streamzilla in Groningen. Ja, die zorgt ervoor voor de streaming specialist. Ja, Peter Hazenberg. Van Videobricks, die ook de normale studio verzorgt van Fast Moving Targets. Maar ook zeer gespecialiseerd is om op locatie dingen te doen. Dus die heeft dit voor elkaar geboxt deze dinsdagavond om dat voor elkaar te krijgen. En tot slot natuurlijk Ime Bosma op zijn boot. Drift Away zijn we te gast. En ga naar zijn site en dan zul je zien dat je deze... Hij heeft volgens mij een rondvaartvergunning. Hè? Ja, hij heeft een uitzondering gekregen bij de gemeente Amsterdam, bij Waternet. Omdat hij elektrisch is en ze denk ik toch ook wel aan de rondvaartindustrie willen laten zien dat het ook schoon kan, heeft hij een vergunning gekregen. Dus hij is daarvoor ook in te huren. Ja. Ik vond het een leuke avond. Ik ook. En we hebben een hoop te doen, Stekel, als we weer thuis zijn. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.